landgoed De Borgraaf in het Limburgse Lottum. Een van de kleinste kastelen van ons land. Het wordt bewoond door kasteelheer Van der Voort. Ik woon hier alleen. Ik onderhoud het alleen, zover ik kan. Maar op deze leeftijd, ik ben intussen 76, wordt dat lastiger. En ik heb dus in 40 jaar geen schilder hier gehad. Geen dakdekker, dan dat het dak vernieuwd is, maar onderhoud. Maaiwerk, alles. Geen poetsvrouw, alles doe ik alleen. Deed hij alleen, want kasteelheer Van der Voort heeft dus hulp. 20 vrijwilligers van Stichting Vobula helpen hem met het onderhoud van zijn landgoed. Het is heel bijzonder wat ertussen zit. Dat zijn toch allemaal mensen die eigenlijk liefde hebben voor de natuur. Een hele eenvoudige levensstijl. Ze willen niet op een camping, ze willen gewoon in het weiland. En ze doen 's morgens werkzaamheden, achterstallig onderhoud. 'S middags zijn ze vrij en kunnen ze gaan en staan waar ze willen. Ik doe het met mijn vrouw en we nemen meestal wel wat kleinkinderen mee. Want we zijn dus van het jaar al een keer in Simpelveld geweest. Toen hadden we een grotere kleinzoon mee en nu hebben we de twee kleinere mee. En wat ik heel belangrijk vind, dat kinderen leren om met de natuur om te gaan. Dus niet de bomen vernielen, maar ze verzorgen. Landgoed De Borgraaf is één van de projecten van Stichting Vobula. In heel Nederland worden landgoederen op deze manier onderhouden door zowel jongeren als oudere mensen. Kijk, werken is niks erg. Zolang het niet ten koste gaat van je gezondheid, is dat prima. Dan blijf je gezond en fit bij.